Minister Wiersma heeft deze week kleur bekend. Hij wil een fundamentele herijking van het besturingsmodel in het onderwijs. Hij heeft zijn kaarten op tafel gelegd na een reeks maatregelen waarvan de onderliggende boodschap was: de besturen, de bestuurders, daar zit het probleem. Hij wil met iedereen in en rond het onderwijs in gesprek. Maar de oplossing weet hij al. Meer overheidsbemoeienis op alle fronten. Hogere eisen aan de voorkant, strengere eisen tijdens het primair proces en zwaardere eisen achteraf. Is dat alles evidence-based? Het IBO-rapport dat deze week uitkwam laat iets anders zien. Ik ondersteun van harte de reacties van de PO-raad en de VO-raad. Een discussie over het besturingsmodel juich ik toe. Maar die discussie slaagt alleen wanneer die discussie werkelijk open gevoerd wordt. Dat wil zeggen vanuit nieuwsgierigheid en met de bereidheid om oordelen op te schorten. Er is grote behoefte aan een nieuw samen in het onderwijs. Op een nieuwe ronde, haastige, Haagse daadkracht zit niemand te wachten. Een nieuw samen te beginnen met een werkelijk open discussie over dit belangrijke onderwerp. Met de minister, maar natuurlijk om te beginnen binnen onze vereniging zelf. Dat gaan we doen.